Eugène van der Sande is vandaag door president Daisy Boutersen beëdigd tot de nieuwe minister van Justitie en Politie, Jus Paul. Dit gebeurde op het presidentieel paleis. Van der Sande neemt het ministerie over van Jennifer van Dijk Silos, die vorige week eervol is ontslagen door het staatshoofd. President Boutersen zei verheugd te zijn met deze beëdiging. Hij deed een beroep op minister van der Sande om de communicatie naar zijn ministerie toe en instanties en korpsen die onder Jus Paul resulteren niet te verwaarlozen. Wat ik u wel kan vragen, excellentie, is om de communicatie open te houden naar justitie, naar politie, naar uw medeministers. De communicatie is heel erg belangrijk. Ik zat vanochtend, de dag zo rond 2:30 in de ochtend, met de minister van Financiën. Ik zeg, wij maken ook een fout volgens mij. We moeten de mensen echt een beetje uitleggen hoeveel problemen en hoeveel uitgaven deze regering heeft. We kunnen op een blauwe dag gewoon komen en zeggen, we gaan dit doen, we verhogen, hoe dat ding, brandstof. Zonder de mensen gedegen uit te leggen, communicatie. Want ik denk als we het beter hadden uitgelegd en aangegeven waarom het nodig en noodzakelijk was, dat men meer begrip zou hebben. Laat uw communicatielijn open zijn. De nieuwbakken minister stond stil bij de meningsverschillen die er zijn tussen Jus Paul en de politiebond. De bewindsman riep het bondsbestuur op om zaken die bij de rechter aanhangig zijn gemaakt in te trekken. Wat mij betreft ben ik in een rijdende trein en stap van de ene wagon naar de andere. Terwijl ik besef dat ik vanaf vandaag een politieke functie zal gaan bekleden. Hoewel het niet zo is dat in deze functie jij je land niet op een voortreffelijke wijze kan dienen, maar in Suriname denken sommige personen dat als jij een politieke ambt vervult, dan ben je automatisch schietschijf geworden voor hun wrok en haat of jaloezie. In een geciviliseerde samenleving is het normaal dat de overheid het beleid bepaalt en dat je daardoor van mening en inzicht kan verschillen met anderen. Maar in Suriname kan dat niet. De nieuwe justitieminister Eugène van der Sande vandaag op het presidentieel paleis. Hij is vanmorgen door president Boutersen beëdigd tot minister van Justitie en Politie. Ook de verhoogde criminaliteit geniet bijzondere aandacht van de bewindsman en zal deze worden aangepakt.